toch je wat verschil kan merken in de afstemming op deze frequentie. Op de aanpassingen op deze frequentie ietsjes minder. Het is niet zo heel veel, dus ik heb stiekem de vermoeden dat het niet zoveel uit zou maken. Maar ik ben benieuwd wat ik straks van je hoor. Ik begrijp straks niet helemaal goed wat je bedoelde met dat er iets zonder hier zat. Te druk af, hè. En de bison die knalt er nog zo langs heen en tussendoor en overheen. En er zijn nog meer stations die willen rapporten, hè, dus. Ik ga gewoon hier op de luistertoer. Ik ga verder met het spul waar ik mee bezig was. En wens je ook fijne avond verder en tot de volgende keer. Melt every flake on the ground. Kun je de band uit, de was hier zijn bijzonder en tot de volgende keer. Mooi, dag weer. Take me home, you rest. En ook even Willem bedankt eventjes voor de opname. De CQCQ amateurs aan 3,5, CQCQ amateurs aan de 3,5 meter band. Dit is eventjes vanuit Gennep, Noord-Limburg. Dit is aan de Discovery via de 86.5. Dat alles wegdraait hier in stereo. Op een LFA-antenne, 7 elements, eigen bouw, momenteel 20 meter richting noord-noordwest. Goedenavond. Ik geloof dat het toen daar met jou op het strand was in Lissabon. Of was het daar toen in Parijs, achter een boekfest mocha ijs. Het kan ook zijn dat het was met z'n twee boven zee in een luchtballon. Mijn tante is al 80 jaar, maar is nog steeds. Goed zeg amateurs, dit is nogmaals de Discovery via de 86.5 megahertz vanuit Gennep, Noord-Limburg. En we gaan even luisteren via de 3,5 meter band. Mogelijkerwijs een amateur dit signaaltje kan ontvangen hier van Discovery vanuit Gennep, Noord-Limburg. Zeg amateurs op 3,5, goedenavond. En we gaan even luisteren, goedenavond. En op de terugweg hadden we pret. Geen tijd voor slapen, er is niet naar bed. De vrouwen vroegen, hoe is het geweest? Een heel klein leugentje. De slinger vanuit de Lopikerwaard via de 86.5. Jouw signaaltje ook uitstekend ontvangen hier, de slinger, hè. Dus nogmaals, de slinger vanuit de Lopikerwaard, een hele goede avond. Dus voor jou retour aan de band op die 86.5. Dat zendertje Discovery vanuit Gennep in Noord-Limburg. Alles wegdraaiend ook via de 86.5 in stereo. In ieder geval de slinger, jouw signaaltje hier prima ontvangen. Een S'je 1 op de schaal van 5, dus een S1 op de schaal van 5. Dat allemaal ontvangen op de Kenwood, de KT1100 van Kenwood. Kwam je daar een S'je 1 op de schaal van 5 binnen, de slinger. Hè? Ik hoefde er helemaal niks van te missen. Het was ook allemaal prima te ontvangen hier. Hè? Goed zeg, de slinger vanuit Lopikerwaard, hele goede avond. Dit is voor jou even retour in de band op die 86.5 MHz. Het zendertje, piepkleine zendertje Discovery. Vanuit Gennep, Noord-Limburg, hè. Het zat er ook allemaal weer prima in, amateur, hè. Een hele goede avond, de slinger vanuit de Lopikerwaard. Jouw
mevrouw Sjaaltje hier uitstekend ontvangen. Een S1 op de schaal van 5. Dat allemaal ontvangen op de KT 1100 van Kenwood. Op een 7-element 11A antenne eigenbouw. En die staan momenteel 20 meter die kant uit, hè. De signaaltje prima ontvangen, de slinger vanuit de Lopikerwaard. Zat er ook allemaal prima in, amateur, hè. Dus ik hoef er ook niks van te missen. En dat allemaal hier met een S1 op de schaal van 5, hè. Dat is gewoon een prima signaal, amateur, hè. Ontvangen hier nogmaals op een 11A antenne, 7 elements, eigen bouw, Yagi. En dat, die staat momenteel op 20 meter hoogte, hè? Roterend die kant uit de slinger. Hè? Ik dacht, ik zal hem eens een keer aangooien. Eens kijken of de apparatuur nog allemaal een klein beetje werkt. Hè? Maar, ja, het werkt toch nog. Ze kunnen mij nog ontvangen met een piepkleine zender. Hè? De slinger vanuit de Lopikerwaard. Een hele goede, bijzondere, goede avond. Hier op de 3,5 meter band op de 86,5 MHz. Jouw signaaltje ook weer uitstekend ontvangen hier. S1 op de schaal van 5. En dat allemaal ontvangen op de KT 1100 van Kenwood. En die zit natuurlijk aangesloten op de 7 elements 11A antenne, 20 meter hoogte. Die kant uit. Nou, mooi dat het signaaltje weer arriveert daar aan die kant. In Lopikerwaard, hè. Ja, het is vrij rustig op de 3,5 meter. Wat betreft deze kant. Toch blij dat signaaltje aan die kant nog te ontvangen is, de slinger. Hè? Maar goed zeg, de slinger vanuit de Lopikerwaard. We gaan met dikke belangstelling luisteren op jouw frequentie 86,5 MHz. Exact hetzelfde frequentie als de Discovery. Dus we hoeven niet te draaien. Goed zeg, de slinger, een hele goede avond. Schakel maar in. Een paar seconden nodig hier voor de plugwerk. En dan zijn we ook weer een toer op ontvangst. Hè? In ieder geval slinger, een hele goede avond op de, vanuit de Lopikerwaard. Een hele goede avond. Dit was voor jou retour in de band. Dit is Discovery vanuit Gennep, Noord-Limburg. Hè? En dat ook allemaal wegdraait hier op die 86,5 stereo. Hè? In ieder geval slinger, een paar seconden nodig voor de ontplugging. En ik zou zeggen, schakel maar in. Goeie avond. Geweldig, Discovery vanuit Limburg, hè? Had ik niet verwacht ook. Ik zit hier, wat is het nou? Watje 14, hè? Dat het toch lukt. Jij zit ook met een klein zendertje zo te horen. Mooi, hè? Ja, hartstikke leuk. Dat ten is hier een, ook een zelfbouw, alleen niet door mij, maar door Govi uit Friesland. Dat is een 8-element. Staat plus minus 16 meter hoog. Met een match of zo noem je dat, hè. Ja, hij vangt wel goed. Ik vergelijk wel eens met anderen. Dan horen anderen niks. En ik had het soms geruisloos eruit. En jou nou ook weer, hè. En de ontvanger is AR5000 van het merk AOR.
Dus ik kan alleen mono ontvangen. Ik zit wel met de stereo zendertje even stuurzendertje, maar dat werkt niet goed, hè? Nee. Het ene kanaal is, of dat zit in mijn cassette recorder, dat kan ook nog, hè? Ja, geweldig is dit, joh. Ja, had ik niet verwacht. Condities zijn heel goed vanavond, denk ik. Terwijl ik eens even met Rotterdam proberen met die, ja, hoe heet die, AOR. Maar je kwam hier grandioos binnen, ja. Gewoon geen, nou, hele rustige veding, maar signaal staat bijna stil, hè. Je komt gewoon ruis en storingvrij binnen. Kijk maar, ik zet het wel een keer op YouTube even. Ja, ik probeer het op Facebook te zetten, een stukje, maar dat lukt even niet. De computer staat nou opnieuw op te starten. Ja, je hebt het allemaal heel goed gehoord, vanuit de Lopekerwaard. Vlak bij die brandtoren, grote kerstboom, hè. Er was één lijn uit, maar die is weer gemaakt, zagen we vanochtend. Het is hier ook een poldergebied, hè? Ja, uiteindelijk is het lekker in de polder. Verder geen hoge gebouwen, hooguit een paar boompjes, maar dat komt natuurlijk naar boven uit, hè. Volgens mij heb ik jou hier nog nooit zo goed, hard, zo sterk ontvangen. Zo stabiel ook, hè? Ja, stabiel. Niet te geloven, even met 14 watt zo met Gennep praten, joh. Hartstikke mooi, toch? Daar worden we blij van, hè? Ja, verder ook weinig. Hij heeft goede, mooie muziek, ja. Daar hou ik wel van. Dat nog even, dat moet ik nog even kwijt, joh. Ik heb nou even instrumentaal, maar... Echt feestmuziek, hoor. Ik werd er helemaal blij van, man. Discovery, hartelijk dank voor de reactie naar die slinger toe. Op dezelfde frequentie. Ja, vandaar de slinger, hè. Ik slinger over alleen, hè. Nou, niet overal, maar hier staat uiteindelijk nog niet zo heel netjes. Maar komt iets uit de hoek, deze weer. Die 2 en 1 ligt helemaal onderin, hè. Maar het werkt, dus prima zo, hoor. Discovery, je hebt Bart van Leeuwen blij gemaakt. Die praat nou door de microfoon. Station De Slinger vanuit de Lopekerwaard. Schoutwaard, zeker even contact met Gennep, hè. Geweldig, man, ja. Ja, ik ga wel luisteren op jouw frequentie. Er zullen best nog wel meer reageren op jou, hè. Dat is altijd interessant, Limburg, hè. Ja, eerst in het begin was het natuurlijk allemaal Noord-Noord-Oost, maar dat slinger ik steeds meer rond, hè. Toen eerst deze kant, maar nu ook steeds meer al richting Rotterdam, Maassluis. Ze zitten er overal, joh. Mooi, hè. Nogmaals, hartelijk dank, Discovery. En het gaat goed. En we horen elkaar nog wel op vrij, dus ik ga veel hier rommelen en luisteren. Vind ik ook wel leuk, hè. Soms luister ik biertje erbij. Dat is mijn vrijheid, hè. De groeten vanuit de Lopekerwaard. We horen elkaar nog wel. Maar nogmaals, dit is toch al de beste doorgang, gangen. Ja, twee keer heb ik geloof ik gehoord, sterk. Ja, de laatste keer was hij nog ietsje sterker, hè, qua signaal. Ik denk dat je misschien iets gedraaid hebt, Jatenne. En anders toeval, hè, kan ook. Of je zender wordt een beetje warm. Ja, Discovery, hartelijk dank.
Muziekje uit, zender uit. Ik ga luisteren op deze frequentie naar jou, hè. Op 86.5. Prima ontvangen hier. Hier in Gennep, Noord-Limburg. Oftewel hier bij de Sjaak, bij de Discovery. Vanuit Gennep, Noord-Limburg. Op die 86,5 MHz. Wederom ontvangen met een S1. Stabiel, S1, stabiel. Blijft mooi staan op de schaal van 5. En dat is ook allemaal in stereo, hè. En dat je dan met 14 watt, ja, prima signaal te slingeren. Werkt goed aan die kant. En dan met 14 wattjes, ja, als je 1 hier op de schaal van 5 in stereo. Dat helemaal naar Noord-Limburg, hè. Zeg me waarom al mijn dromen ze komen. In ieder geval, slinger, goedenavond nogmaals. Voor jou even retour, wederom aan de band, de Discovery. Als ik mij maar... Vanuit Gennep, Noord-Limburg, oftewel die Sjaak hier achter de micro, hè. Soms is... Wederom prima ontvangen in stereo. Nooit te laat komt... Als je 1 op de schaal van 5. Op mij nemen de sluit. Dat allemaal met 14 watt, slinger. Zo kom... Dat doe je niet verkeerd, hè. Ja, werkt het apparatuur en de antenne, die werkt goed, hè. Mooi afstandje, 80,54 kilometer vogelvlucht is de afstand tussen jou en mij, hè. Dus de slinger, de afstand tussen jou en mij, die is vogelvlucht 80,54 kilometer, hè. Ja, een mooi afstandje, slinger, hè. Zeker niet verkeerd, amateur. En als je met de auto rijdt, is het 117,74 kilometer. Via de wegen, hè? Gewoon met de auto. Of, ja. Maar vogelvlucht is het 80,54 kilometer, de slinger. En dan met 14 wattjes, doe je het niet verkeerd, hè? Goed zeg, de slinger vanuit de Lopelijke Waard. Ik bedank jou voor je sportiviteit. Ik bedank jou voor het gegeven rapport. Uiteraard voor jouw verbinding. Ik wens je nog heel veel succes met verre verbindingen. Mocht ik je niet meer horen, dan wens ik jou ook prettige kerstdagen. En ook een gelukkig nieuwjaar. Goed zeg, de slinger, nogmaals bedankt voor jouw gegeven rapport. Bedankt nogmaals voor je sportiviteit, voor je verbinding. Heel veel succes met verdere verbindingen. En we gaan elkaar vast weer spreken via de 3,5 meter band. Hè. Goed zeg, de slinger vanuit Lopelijke Waard, de groetjes, bedankt. En graag tot een volgende keer. Bye bye.
is even de Club FM vanuit Noordwijk aan Zee. Jawel. En die roept en vraagt even om verbindingen. CQ 3,5 meter. Dit is de Club FM. Even iets met de klok over Oost. Net het zuidelijke vlakje in, hè? CQ 3,5 meter. Dat is even de Club FM vanuit Noordwijk aan Zee, Zuid-Holland. Even gillend in het oostelijke vlak, hè, net eroverheen. Je weet het nooit of het nog ergens binnenkomt, hè? Ook niks van je, daar klopt ook niks van. Blijf luisteren naar Club FM. Die is dan wel weer leuk natuurlijk. Dit is Marco, de Club FM vanuit Noordwijk aan Zee. En ik ga even over op ontvangst. Hè. Het is mogelijk dat het nog ergens gehoord wordt. We hebben de antenne een klein beetje bijgelegd. We praten een beetje algemeen beschaafd Nederlands. Club FM vanuit Noordwijk. Hè? Ja, dan denk je, wat is die gozer toch aan het praten in één keer zo raar? Dat is een beetje dat kleren Amsterdamse. Dat doen we maar niet, hè. Staat niet zo leuk op de radio. Met een groep van een bak koffie hier. Ja, dan ga ik nog eventjes een bak koffie drinken. Hè? Dan gaat zo dat ding uit hier. En dan hebben we het weer een beetje gehad, Club FM, hè. Nou, het komt hier prima binnen. Ik denk 40-50% hier op de antenne. Antenne een klein beetje uitricht naar jou toe. En misschien merk je het ook wel. Ja, zeker mooi, Jeroen. Laten maken met elkaar. Ja, dan heb je ook wat, hè. Maar voor je geld. Ik ontvang hier tussen de 40-50%. Ik ook niks van de misamateur, hè. Laat het ook weer daar binnen mag komen. Een Noordwijk aan zee, hè. Als we, er zit een lokale fan voor jou, oftewel Erwin. Laat dat het weer zo hard binnen mag drukken daar, hè. Antenne een klein beetje bijgedraaid richting jouw zijde op. We hadden in het begin van de avond Maasluis ook nog eventjes in verbinding. Maar mijn klopt niet inschakelen, hè. Dus inschakelen, we schakelen die uit, hè. Even die uitgezet, die beveiliging. Dat is Marco, de Club FM vanuit Noordwijk aan Zee. Dat is zo makkelijk, hè. Club FM, ik luister uit op jou. Club FM, Noordwijk. En was het hier op de 85-6, hè. Hallo. Kijken, een beetje kunnen. Hallo, testing 1. Goedemiddag, de slinger vanaf Lopikerwaard. Nou, uitstekend meegekregen amateur hier en aan de band hier in de locatie Noordwijk aan Zee. Hè? Zeg maar, uitstekend meegekregen. Hè? Ja, ik denk, wat is dat voor een hard signaal, joh? Ik dacht echt van, wat is dat voor een hard signaal, hè? Maar je had een goed slinger, Bart van Leeuwen, joh. Oké, Ton hier achter de microfoon, Ton. En Trans FM, hè? Dat klopt, joh. Ja, we hebben hier in de locatie twee stations, hè. Twee stations hier in Noordwijk, joh. Dus dat is Club FM. Dat is bijna mijn buurman. En dan ik, joh. Dus ja, nou, vanuit jou gehoord hebben, joh. Ja, ik heb wel wat meer verhalen over jou gehoord ook, hè. Jij maakt nog wel leuke opnames daar, joh. Dus ja, ik zou zeggen bij deze, Bart, maak eens even een leuke opname van dit signaal
hoe dit binnenkomt daar in Lopikerwaard, joh. Ja, ik heb jou van de week ook nog gehoord. Want toen zat jij met Gennep te modelleren volgens mij, hè? Ja, met Gennep. Uit Limburg, ja. Of, ja, voor mij was dat Gennep volgens mij, hè? De Discovery was dat, Discovery, ja. Dus toen zat ik ook op luisteren, joh. Toen hoorde ik jou ook nog hier op de zijkant naar binnen komen, hè? Want ik neem aan dat jij de zijkant deze kant op zat, maar dan kon ik jou nog even in de ruizen meekrijgen, hè? Ja. Ja, even leuk dat je toch even je antenne even deze kant op draait. In ieder geval de slinger, hè, vanaf de Lopikerwaard, joh. Je komt hier in de piek, had ik jou hier 23 dB, hè? 23 dB amateur, dus. Ja, dat is allemaal uitstekend natuurlijk, hè? Nou, ik zit hier met een vier elements antenne. Die staat op 11 meter hoogte. Dus nou, dat komt allemaal wel goed. Jouw kant uit, joh. Het staat een beetje oost. Dus nou, ik kan eventjes momenteel even niet exact meer bijdraaien. Dus dan moet ik helaas eventjes, nou ja, het is niet nodig, denk ik ook. Hè. Ik denk dat hij wel redelijk staat ook zo, joh. Dus ik krijg jou in ieder geval hier uitstekend binnen. Dus dan denk ik dat die antenne wel redelijk staat, joh. Ik had je in stereo ook. Een beetje stereo ruis eroverheen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken, hè. Dat, ja, je zit op een A-oor te luisteren. Dat, ja, ik heb dat eens een keertje, dat heb ik ook gezien, hè? Ja, op Facebook, weet ik het allemaal. Denk, toch eens even kijken naar die ontvanger die jij hebt daar. Dat is toch wel een aardig apparaatje, als ik het zo zie. Hè? Ik denk dat ze ook aardig zeldzaam zijn, die ontvangers die jij hebt. En, tweedehands zijn ze ook flink prijzig, hè? Heb ik al gezien op, via de Google in ieder geval. Hè? Goed, nou het vermogen hier is 250 watt ongeveer, 260 watt zo. Dit is de oude zender van Club FM, hè? Ja, dat is echt een beuken dit, joh. Van de week met die condities, nou toen zat jij ook denk ik wel onder, denk. Dan heb ik nou toch bijna heel Nederland mee kunnen doorwerken, zeg maar, hè? Friesland, nou noem maar op, joh. Dus. Nou ja, dit gaat ook goed, joh. Ik denk niet dat de condities zijn. Ik zag jouw signaal toch wel vrij stabiel rond de 20 dB hangen. Hè? Dus daar 20 dB gewoon constant en 23 in de piek hier. Hè? Dus nou, dat is allemaal prima, Bart, joh. Niks meer aan doen daar, hè? Goed, nou, vertel maar even daar wat jij daar voor een spelletje zit. Een beetje zo het vermogen, een antennetje. Het ja, is me even ontgaan hier van deze kant. Ik, ja... Ik heb zelf geen Facebook, maar meestal krijg ik wel wat berichten binnen van de Club FM, hè? Dat jij wel eens leuke opnames maakt, joh. Dus ja, ik ben er wel benieuwd hoe dit signaal aan die kant binnenkomt op die AOR 5000 scanner die jij daar hebt staan, hè? Wel leuk dingetje is dat in ieder geval. Ik ontvang jou hier op een Sony, de SE520, dus een kleine broertje van de 29 Hero. Ik heb hier ook nog de 29 staan, die heb ik gelukkig nog op de kop kunnen tikken pas geleden. Vorige week trouwens, Bas, ja. Maar die moet nog omgebouwd worden, dus die heb ik hier ook in mijn check staan als Mario. Mengpaneel is van Beringen, DX1000. De microfoon is van Neuer microfoon. Dat gaat allemaal in de Shiono zender, de SVA250, joh. Dus dat is hier een beetje de apparatuur een beetje wat ik hier heb staan, joh. Het is allemaal niet veel, moet ik zeggen, maar goed, joh. Ik moet het een beetje opbouwen zo nu en dan, maar ja, de centen die zijn ook niet hier met bomengroei als waar Bart, dus ik moet het ook allemaal een beetje roeien met de riemen die ik heb, soorten mensen, joh, ja. Nou, ik ga nog eens even luisteren, de slinger, joh, vanaf Lopikerwaard, joh, even leuk, joh, ja. En dan gaan we eens even horen hoe dit signaal nog een beetje wil binnendraaien momenteel onder deze weersomstandigheden, ja. Ja, ik zit in Noordwijkzee, hè. We hebben ook Noordwijk binnen, hebben ook, hè, dus. Dat ligt hier gewoon vlakbij natuurlijk. Maar ja, het is geen aparte gemeente van, maar... Maar ja, je hebt binners en je hebt zeeërs hier, hè, dus dat is wel een beetje het idee daarvan. Maar voor de rest is het allemaal één pot nat hier, hoor, dus. Goed zeg, de slinger. Ik ga nog eens even luisteren, ook op deze frequentie. Is wel makkelijk ook. Hoeven we niet om te pluggen, of in ieder geval niet te verdraaien. Dat pluggen moet wel tijd natuurlijk. Nou, ik word een beetje gek van deze muziek, hoor. Ik heet dan wel wat trance, maar ik...
Ik hou wel van allerlei muziekkeuze hoor, joh. Dus... Maar ja, goed, hier moet je toch een naam geven, joh. Ja, het is... Goed, de slinger, ik luister nog even uit op jouw frequentie. In ieder geval, een, ik hoor vanzelf allemaal amateur, hè? Bart, ja? Ton, de Trance FM, ja, ik luister uit op jouw frequentie. Go ahead, paar secondjes voor de club, please. Ik heb slecht nieuws, en welke wilt u horen? Ben ik weer, daar ben ik weer, Bart, de slinger. Ja, ja. Hebben we nog muziek, jongens, of hoe zit dat? Jouw muziek was ook uit, dus dat, voor jou komt het helemaal mooi uit natuurlijk daar, hè? Ja. Wat, hoor? Nou, maar de slinger, hè, vanaf de lopelijke waard, hè? Uitstekend meegekregen hier. Die was in de piek hier trouwens 31 dB, hè? 31 dB in de piek, joh. Nou, dat is toch... Dat is grandioos, joh. Dat is gewoon loei en loei hard, joh. Dus je was constant eigenlijk... Je was eigenlijk constant 20, 21 dB. En dan, ja, ik denk dat er misschien dan wel een vliegtuig of zo voorbij gaat. Ik weet het niet. En dan kwam je op richting 31 dB, joh. Nou, dat is gewoon, was hier gewoon loei en loei hard hier, hè. Want ik ben bij mezelf, ben ik nu zelfs maar 58 dB, joh. Dus kan je nagaan. Nou, ik vind het wel leuk, joh, dat jij een opname hebt gemaakt voor mij, joh. Ja, dat is altijd wel grappig om jou even terug te horen, natuurlijk, hè. Of het een beetje binnenkomt aan die kant, joh. Ja, ik had het al zien staan. Hè. Ik heb wel eens meer rapporten van jou wel eens gezien, hè, op YouTube. Joh. Maar als ik nou, ik heb het ingevoerd en dan is jouw laatste, die is dan 19.05.2019. Dus 7 maanden geleden. Dan heb ik hier een van 4 maanden geleden. Nou, we staan een beetje door elkaar. Oh ja, ze staan een beetje door elkaar. 5 dagen geleden. 3 weken geleden, ja, oké. Okay. Bij mij staan ze dan niet op volgorde of zo, hè? Nee, dat is gelijk van. Waarschijnlijk dan. Wie het meest bekeken wordt of zo, denk ik. Ik weet niet hoe dat zit bij mij, maar. Oh, zit allemaal door, joh. Goed, joh, ja, nee, maar wat jij zegt, het is natuurlijk wel. Ja, hoe minder vermogen, hoe verder je kan komen, dat is altijd het leukste, natuurlijk, joh. Dat heb ik je liever ook, natuurlijk. Dat is het mooiste natuurlijk, als je met Bart, hè, de slinger vanaf de lopen kwaad, joh. Dus ja. Nou, jij komt hier ook gelijk in het logboek natuurlijk. Ik maak hier ook gewoon een logboek. En mocht je een keer deze kant op komen richting Noordwijk, dan kom je maar een keer langs hier, joh. Dan kun je eens kijken hoe het hier bij mij... of van ben ik hier sta, joh. Als het waar. Nee, maar mocht je deze kant op komen richting Noordwijk, dan ben je altijd, altijd welkom hier natuurlijk. Hè? Dan heb je ze retour natuurlijk, de Trance FM retour natuurlijk voor de slinger vanaf de lopen kwaad, hè. Ja. Ik had je nog steeds stereo hier, maar joh, laat lekker aanstaan die stereo. Kijk, ik heb hier ook een mono knop op die tuner staan, dus als er mij te veel gaat ruizen, dan zet ik hem zelf wel op mono, joh. Dus lekker laten staan die stereo, joh. Niks meer aan doen, de slinger, hè. Goed zeg, nou, ik ga hier ook de... De check verlaat als het ware. Oké, laat ze nog even eenmalig uit. Richting Oost in ieder geval. En ja, joh, draait hem zo af en toe maar even deze kant op, joh. We hebben hier ook nog pas nog een station bij gekregen. Dat was een station uit Voorhout. Uit Voorhout. En dan hebben we ook nog Jan uit Haarlem. Is er ook weer nieuw bijgekomen. Dat is de Silver Moon van Haarlem. Dus ik weet niet of ik die al een keer gehoord heb natuurlijk.
ook wel leuk als hij natuurlijk een keer een verbinding met jou kan maken natuurlijk. Hè. Vanaf Haarlem jouw kant op, joh. Ja, het zijn ook wel de leuke afstandjes ook natuurlijk. Hè. Ja, voor mij ook, joh. Dus. Je werkt het niet elke dag, moet je maar denken, Bart. En ja, de beste antenne is natuurlijk gewoon de condities, joh. We moeten gewoon condities hebben. En als je die niet hebt, dan hoor je, ja, dan hoor je meestal ook die stations uit Friesland en Groningen niet, hoor. En als je ze hoort, dan zijn ze ook meestal diep in de ruis hier, hè. Dus. Ja, maar ik had, van de week zat ik ook met de Dynex te werken vanaf Friesland. Nou, die was... ik weet niet wanneer dat was, dinsdag of woensdag. Ja, die was hier gewoon loei hard, joh. Dus. En normaal gesproken hoort hij ook gewoon hier diep in de ruis, hè. Dus. Ja, je moet gewoon een beetje condities hebben, joh. Dan is het allemaal, dan werkt het allemaal veel leuker in je hobby natuurlijk, joh. Goed zeg, Bart, bedankt voor de verbinding. Ik ga jou wel een keer eerder horen natuurlijk, later horen in ieder geval binnenkort, volgend jaar misschien, 2020 alweer. Dan roepen we dan weer even jouw kant uit, hè. Of jij deze kant op, joh. Dat maakt ons niet uit, joh. In ieder geval bedankt Bart voor de verbinding. Nog fijne dagen daar, allemaal de groeten daar. En succes met de hobby natuurlijk. En het werk allemaal goed aan, want dat ook al heb je niet veel vermogen, maar uitstekend. Je hebt dan weer het voordeel dat je een leuk antenne hebt natuurlijk. En dat is natuurlijk ook weer lekker natuurlijk. Hè? Ik zit hier maar met een vier element hier te werken hier. Dus. Maar goed joh, dan kom ik meestal ook wel hier en daar wel aardig binnen. Oké, okay, nou in ieder geval... bedankt en dan ga ik zo nog even eenmalig nog even uitluisteren, amateurs. Een bijzondere goede middag. Dit is vanaf Noordwijk, de Trans FM, af en uit met de slingen vanaf Lopikerwaard. En dan ga ik nog even eenmalig uitluisteren. Dus antennetje aan de 3,5 meter band aan.
meine Träne weinte sie. Als ich sagte, ich verlass dich nie. Sie sah mich an und sagte leise, vielleicht schon morgen früh. Eine kleine Träne weinte sie. Nie sagte ich ein Abschiedswort, wollte nie wieder von ihr fort. Nun träum ich nur von ihren Küssen, sie wusste, dass ich geh. Eine kleine Träne tut so weh. Lang sah ich sie am Wege stehen, hab ihren letzten Blick gesehen. Sie hat mir lächelnd nachgewunken, doch eins vergess ich nie. Eine kleine Träne weinte sie. Einsam sind die Straßen dieser Welt. En het enige geluid dat te horen was, kwam van de wind, die door de spandraden van een hoge radio aan. Nee, mooi dat even ook komt de badamateur, hè? Vanuit die antenne. Dat in loop ik een badamateur, hè? Maar ja, je hebt ook een monstrage ontvangst, hè? Vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. Het zal hem ongetwijfeld aan de zichtverbinding liggen op dat moment, hè? Het helemaal geen vermogen aan deze kant, jongens. Dus voor een oor gaat, hè? Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platen rekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden. Want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waarin weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur groeide. En de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kon... Ja, hij is goed, kerel, hè? Speciaal bestemd voor Jan en... Ik zal je een koperen... Een privé-tikking, hè? Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs een woning reed en waarvan de bestuurder ook... Dat gooi je maar niet op voor hem, hè, want... Onze zendamateur rekte zich eens uit... En even een privé baatamateur, hè? Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van... Mooi dat hij alles in ieder geval even doorkomt van deze kant, hè. ...zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. En op het moment wat problemen hier met de mengtafel, hè. Hallo, test. Tjoe. Wie in de kanaal valt, zuur aan de Zichtberg. Ieder nooit gelast van hem, maar. Dat nog maar eens. Hallo. Test 1-2. Oude zooi, hè? Hallo, test 1-2. Ja, ben we weer, hè? Ja, een beetje stout, Bart, hè? Ja, moet kunnen, hè? Dat gaat weer in de... Ik voor raad voor meester Bram uit IJsselmonde. Zo in 2009, hè? Laat maar even goed afsluiten, hè? Vroeger moesten de barbaren vrouwen slepen aan hun haren. Maar vandaag schaf ieder man Abrams K.
kabel touwen aan hip hip hoera. Hip hip hoera. Hip hip hoera voor meester Bram uit IJsselmonde. Die, zo 1, 2, 3, de handgranaat heeft uitgevonden. Vroeger moest je heel wat platen om je schoonmaak weg te jagen. Maar vandaag stapt iedere man aan trams van granaten aan. Hip hip hoera, hip hip hoera, hip hip hoera voor meester Bram uit IJsselmonde. Die, zo 1, 2, 3, de naaimachine heeft uitgevonden. Ja, steeds maar aan het wieltje draaien, hè? Alle krakers, hè? Hip hip hoera, hip hip hoera voor meester Bram uit IJsselmonde. Die, zo 1, 2, 3, die mooie pil heeft uitgevonden. Ik zal eens even kijken. Ik heb het hier met de spraak een beetje veranderd, maar... De Acapulco, goedenavond amateur. Dit is even de Radio Veldzicht en ik heb jou goed ontvangen, amateur. Hè? Een klein dipje dat je even helemaal verdwenen was. Maar verder is het prima ontvangen hier. Met een piekafstemming van 35%. Het is wat rustig aan de baan. Ja, ik denk dat het met die bokserij is, amateur. Hè? Ik zou ook even kijken, maar toen hoorde ik jou aanroepen. Ik denk, dan doe ik dat toestel even uit. Hè? Ga ik even inschakelen om de Acapulco. Maar ik heb jou... Want amateur, hè. Maar misschien dat er straks... ik denk dat het met die bokserij wat van doen heeft, amateur. Hè? Zit al... Per week. Zo raakt de mens totaal van strik, wanneer ik contact. En er is inderdaad. Mensen, dat vond ik vanavond op hier en daar. Hè. Ik denk, maar goed, ik hoorde jou, ik had hem op de. Hey, hey, Margriet. Jij bent een snoezepoes. Hey. Acapulco, mocht er doorkomen, amateur, dan kom je maar een keer terug. Hè. Dan ga ik eens even luisteren. Dit is de. De Radio Veldzicht. Er staat een klein dipje in van, was je even verdwenen, hè? Helemaal niks meer. En daarna kwam het ook weer wat omhoog zetten. En het maximale afstemming was 35% amateur. Dus dat ging prima. Ja. Heerlijk meisje van amper 17. Ik heb in heel mijn leven nog nooit zo'n girl gezien. Hey, hey, Margriet. Ik ging ook maar al even vertellen misschien, hè, dat de modulatie van de spraak goed is. She told me. Allemaal, als ik jou zie dansen met goudblond haar, waag ik mijn kansen, nou reken maar. Hey, hey, Margriet. Jij bent een hippie girl voor mij. Still lonely. Seems that I just can't forget my one and only. So there's just one thing. Maar dat vangt natuurlijk de microfoon op, de Acapulco. Helemaal in de rubber, amateur nog. Het is prima voor elkaar, hè? Ja. Afschermen die zaak. Ja, nou, ik ben ook niet zo'n bosman, maar ik had er iets van gehoord, hè? Dus, maar ik heb hem ook uitgezet. Ik denk dat ook gebeurd is, want het zijn maar drie rondjes, hè? Dus het is ook zo gebeurd.
vanavond amateurs richting het Noord-Noordoosten. Het is vanuit Rotterdam. De zenderazuur roept en vraagt even een verbinding aan de 3,5 meter band. Amateurs, een goede avond in de richting Noord-Noordoost. Amateurs in de richting Noord-Noordoost, Noordoost-Nederland. Het is in ieder geval even de omweg gaan vanaf de Hoekselaard. Roepen, en even vragen om verbinding. Ik heb geen bron gedacht, dat scheelt wel weer. Dus. Hey, amateurs in de richting Noordoost. Attentie, de 3 CQ, de 3,5 meter band. Het is in ieder geval even de omweg gaan vanaf de Hoekselaard. Als de Stichting Wetenschappelijk Radioonderzoek, bekend van radio en televisie natuurlijk. Komt prima binnen, Bart de Slinger vanuit Lopikwaard. Hier een 9 plus 10 dB op de Icon R. Nee, op de AOR 5000. Onder ontvanger. Hey, dus uitstekend show hier, ruim 10 dB over S9. Dus het is ruisvrij stereo hier, amateuren. Met Noord-Noordoost, toen had ik hier al ruim S9. Dus antenne nog een tikje bijgedraaid, jouw kant op, Bart. Dus het werd alleen maar harder en harder en harder. Naam hier is André Overens. Nou, je wordt hier ontvangen op een vijf elements zelfbouw aluminium gedoe. En die staat hier op het ogenblik nog op een meter of 13, 14 hoogte. Even provisorisch op een masje en ja, kant op Bart. En de ontvanger op dit moment is de AOR 5000 waar je uitstekend op binnenkomt. Waarvan de midfrequent hier de versterker in gaat, of de tuner in gaat eigenlijk. Waardoor ik jou ook netjes in stereo kan ontvangen, amateur. Hè? Nou, dat kwam eigenlijk net uit hier, dus ik had al wat stations gehoord uit het noorden. En het was inderdaad eventjes druk aan de band. Maar ik hoorde net alleen jou nog eventjes, hè, dus... Uit het noorden kwam even niets retour deze keer. Hey, leuk je te horen. Antenne staat hier overigens al een half jaar op het dak. En ja, even wat rondgeluisterd natuurlijk. En ik had je al wat eerder gehoord hier zo, Bart. Ik kwam altijd al redelijk binnen. Ik heb ook redelijk vrij zicht jouw kant op. Dus dat gaat altijd wel goed, hè? Even benieuwd hoe het daar binnenkomt. De Slinger vanuit de Lopikwaard. Dit is dus aan de SWR, de Stichting Wetenschappelijk Radioonderzoek Rotterdam. En die gaat luisteren. Hij gaat die gang in onze konden, ben ik stemmer. Pak.
Zo zie je wat je kan vergissen, hè, amateur. Goed, wederom even goeie avond. De slinger vanuit de Lopikerwaard. Ontvangen overigens op één kanaal, hè. Ik weet niet of je dat weet, maar... Dacht even dat er hier weer wat loos was. Ik heb een tijd geleden hier met mengtafel een probleem gehad met één kanaal, maar... Gelukkig was het niet zo, maar ik hoor jou maar op één kanaal, hè. Ja. Nou, die roepnaam, Bart, die bestaat al sinds eind jaren 70 eigenlijk al, hè. En in de tijd op 3 meter alom bekend door heel het land, hè. 1989 gestopt op 3 meter en andere dingen gaan doen. Even wat op 35 in de rondte gegluurd, daar zit ik nu ook nog af en toe. En ik sinds kort... Even een antenne gebouwd voor deze band en dat ging wonderwel, kwam er best wel wat binnen, ondanks het feit dat ik best wel veel storing heb hier zo van PLC gedoe uit de buurt. Dat heb je in de grote stad, hè. Maar ja, op het platenland ook trouwens, had ik al begrepen, maar ik heb er hier redelijk weinig last van, maar wel last van, hè. Gemiddeld een SJ5 hier aan ruis op de band, hè. Maar goed, met 9 plus 15, Bart, heb ik daar bij jou geen last van. Het is geen enkel probleem, joh. Nou, 86.6. Ik denk dat daar Appie zit. De Montana. Vanuit Surhuizen. Dacht ik die rond die frequentie vertoefde. Dus ik zal eens even kijken of ik die weer meekrijg vanavond, hè. Slinger vanuit Lopikerwaard, ik bedank je ook even voor de verbinding en sportiviteit voor het inschakelen. Ging relaxen op dezelfde frequentie, hoef je niet te gaan draaien, hè? Dat is wel makkelijk natuurlijk. Het bandje is al zo klein, dus dat gaat wel makkelijk. Ja, het veranderen van de frequentie is hier wat minder makkelijk. Dan moet ik allemaal toeren uit gaan halen en het gaat allemaal wel, maar het is wat lastig, zeg maar. Overigens bescheiden vermogen hier op het ogenblik, hoor. Ik heb eindtrap nog niet stand-by staan hier. Ik heb hier die antenne toen de tijd gebouwd, een half jaar geleden, eigenlijk alleen voor het ontvangen. Dus de antenne aanpassing die is niet geschikt om daar veel HF op te torpederen. Dus ik moet het even voorzichtig aan doen. Maar dat gaat allemaal veranderen binnenkort, hè. Dan komt ook de eindtrap hier stand-by. Goed, dat was even het verhaal vanuit Rotterdam. De Slinger, ik bedank je voor de verbinding nogmaals. Dit was de zenderes weer Rotterdam. De Stichting Wetenschappelijk Radioonderzoek. En overigens, hier zitten ook boeren in de regio, hoor, Bart. Die zitten niet alleen bij jou, hier zitten ze ook. Er zitten hier zelfs boeren, die zijn niet eens boer. De groeten, dit was de zenderes weer even af en uit met de Slinger vanuit Lopikerwaard. En ik draai dan even een klein stukje tikje mee naar het noordoosten. En dan ga ik eens even verder kijken richting Friesland en Groningen of daar nog wat activiteit is. Hè. Wat ik hier ook meekrijg natuurlijk. Noordoost, Groningen. En starten ze allemaal uit de pad van Verbenning. Een regeltje muziek, jongens. En we gaan weer op de luister. Yo! Thank you.
net even een verbinding gemaakt met Omega. En ja, mijn motor staat altijd in richting het noordoosten, dus van het land. Ja, misschien de Slinder FM, misschien dat hij toevallig meeluistert. En je ziet er van de DNC hier zo vanuit Rotterdam, Zuid-Holland. In ieder geval een bijzonder goedenavond, dus in ieder geval de DSA hier zo vanuit Rotterdam. Die vraagt even rapport en verbinding. En ja, dat allemaal met een klein bescheiden vermogen hier zo, van een pak een beet 6 watt hier zo. Dat gaat allemaal in 5 elements beam hier zo. Dat ja, allemaal richting het noordoosten momenteel dus. Dus niet zo krap uitrichten als op 35 centimeter, 2x28 elements. Want ja, de openingshoek is wat groot tot de 3,5 meter band. Dus, het is nog avond, dus ja, in ieder geval een bijzondere goedenavond, de Slinder FM vanuit Lopikerwaard. En we hebben echt een keihard signaal hier zo in Rotterdam, een S8 hier zo. Ja, ik heb er wel geen preampje bij staan, dus het is gewoon zoals het eigenlijk binnenkomt hier zo, SJ8 hier zo. Op de ICOM R7100 hier zo, in stereo. Ja, er zit dan een ingebouwde stereo decoderprintje in en dat gaat gewoon fantastisch. En, goed, ja, deze kant is in ieder geval de DSR hier zo, Delta Sierra Romeo, oftewel de Disco Sound Rotterdam. En we zitten natuurlijk ook op de 35 centimeter band. En, goed, maar ik dacht, de 3,5 meter band, natuurlijk ook hartstikke leuk. En, in ieder geval de eerste verbinding met jou, de Bart, amateur, de Slinder FM. En ik heb heel vaak opnames van jou beluisterd en via YouTube en noem maar op, is allemaal prachtig daar zo, dus. Goed, dit is in ieder geval de DSR hier zo met 6 watt hier zo. En de zender is een van de Dutch Radio Shop. Ja, zender hier zo, dus de laatste versie, 6 wattjes. En de processor is een Versalis 1401M en de coder is een stereo coder van Mozart, hè, dus ja. De B, dat is niet echt hard, maar ook niet echt slecht. Met mij 6 wattjes en er zijn totaal ook geen condities. Hè? Dus speelt ook wel een beetje mee, hè, amateur. Hè? Dus geen condities en met 6 watt toch wel wat leuke verbindingen maken, dus.
ja, ik ben ook op de 3,5 meter band totaal nieuw hier zo. Dus ja, ik zit al 2 maanden een beetje aan de band te stoeien hier zo. Dus, ja, op de 35 centimeter zit ik al, even kijken, al 11 jaar, bijna 12 jaar aan de band. Dus, goed, de Slinde FM, ik zou zeggen, komt u maar, drukt u maar, ja, van deze kant 0 seconden hier zo. Dus, in ieder geval, ja, prima signaal hier zo. Dus, hey, komt u maar, drukt u maar, DSR, goedenavond. FM. Wat klinkt het allemaal weer rot hier zo? Even kijken. Ja, in ieder geval prima ontvangen hier zo de Celine FM vanuit Lopik Waard. Dus ja, prima signaal hier zo. Dus in ieder geval, ja, aan deze kant in ieder geval de deze hier zo. Ik wens jou in ieder geval wel trusten voor zo en ja, nog een fijn weekend. En voor jou en family hele fijne kerstdagen. Ja, en ik zou zeggen, ja, tot de volgende maal, amateur, dus, ja, in ieder geval, hey, de Slinde, in ieder geval bedankt, dit is in ieder geval de DSR, en ik zou zeggen, pas op voor de ruis, zo. Ja, dus in ieder geval wel kicken, iedere, ja, kicken, met 6 wattjes, toch wel leuke afstanden draaien, dus. Hier, Slinde FM, in ieder geval bedankt.